Sabine disse twa dames op een paad om koffie te verkeerpje onder voegelers. Het jild ontnoot als aan 40 euro, git naar Haiti. En een euro. Oké, houdoe. Bij de slachter dogen ze net moeilijk hoe een eerste skutort om meer eens minder. Ze hadden Joert al aardig wat verkocht. Nou, we hebben verschillende klanten in de winkel gehad inderdaad. Onze vogelaars inderdaad. Met name voor de gegilde tottelde in duif. Ja, de Oosterse totteldijf. Heb je er al eentje gehaald? Nee, ik heb er nog niet eentje gehaald. Ik vind het wel humor dat hij het zo heeft aangepakt. Dat, ja, en sowieso ook in het dorp erg veel gastvrijheid. Kinderen die koffie en koek verkopen. En dat is echt, het is geweldig. Dus nee, ik zie de humor er wel van in dat hij dat hier zo aankondigt. Maar die voegelers binnen hier vanzelfs net kwamen om te eten en te drinken. Het gaat ze om dit bisje. De meeste werkeersters vinden het wel aardig, al die gekke voegelers in het dorp. Het is vermakelijk, het is een groot circus. Heel grappig.